De waterafsluiter gaat over een man die het water is gaan afsluiten bij een arm gezinnetje dat in een voormalig stationnetje woonde, ergens in het oosten van Frankrijk, in een heel zuiderse streek. Heel warme streek, ook een heel hete zomer, dat is heel belangrijk. Dus op die hete zomerdag is ze daar het water gaan afsluiten. En s'avonds heeft die vrouw haar man en haar twee kinderen meegenomen en zijn die op het spoor van de TGV gaan liggen, een beetje verder, en hebben die zelfmoord gepleegd. De reconstructie van Brigitte Durand gaat eigenlijk heel erg naar een demonisering, een culpabilisering, de schuld geven aan de waterafsluiter. Maar na 15 jaar, en dat kwam eigenlijk door een foto van mijn vader, een video van mijn vader, dat is de goedheid zelf. Hè. En toen dacht ik ineens, fuck, dat zou ook een waterafsluiter kunnen zijn. Waarom is dat zo'n monster? Waarom wordt dat zo monsterlijk gemaakt door Durand? En ik was echt gechoqueerd dat ik haar interpretatie van de feiten aannam. En dan dacht ik, ik vind dat die waterafsluiter wel een repliek verdient. En dan heb ik een repliek geschreven. Het komt er eigenlijk op neer dat wij mensen altijd de behoefte hebben om een schuldige aan te duiden. Ik zeg niet dat het niet de schuld is van de waterafsluiter, maar we hebben altijd de behoefte om een zondebok aan te duiden, zodat vrijwaart onszelf van elke schuld. Als we de vinger naar iemand kunnen wijzen, dan zijn wij vrij van schuld, dan zijn wij vrijgesproken. Het is nadien eigenlijk makkelijk om te oordelen of het goed of fout was. Ik denk dat achteraf bijna iedereen zegt, ik zou het niet afgesloten hebben. Maar als je in die situatie zit van een waterafsluiter die, als hij dat water niet afsluit, ontslagen wordt en zijn werk verliest en zelf zijn geld niet heeft om water af te sluiten, er is niemand die geboren wordt met, ik wil water afsluiten voor de rest van mijn leven. Dat wil ik alleen vertellen.